Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is de allerlaatste video van 2021 en in deze video ga ik eigenlijk het jaar 2021 in vogelvlucht met jullie bespreken hoe het voor mij was. Gewoon eventjes een beetje terugkijken op het jaar en ik sta altijd even stil bij de aankoopjes die ik heb gedaan, maar ook de leuke dingen die ik heb mogen doen. En ja, we kijken ook altijd eventjes naar 2022 of ik verwachtingen heb, dat soort dingen. Dus ja, als je het leuk vindt om te zien hoe mijn jaar 2021 was, zou ik zeggen, kijk gezellig even mee met deze video. Nou ja, laten we maar gewoon eventjes beginnen natuurlijk bij het begin van het jaar. Want we gingen het jaar 2021 in met corona. We zullen het jaar 2021 afsluiten met corona en ook 2022 zullen we ingaan met corona. Niemand weet natuurlijk hoe dit verder zal gaan verlopen. Vooral nu er ook weer een nieuwe variant is. Je weet gewoon niet wat het zal brengen. Dus op dat gebied kunnen we eigenlijk ook niet echt vooruitkijken. Het is eigenlijk puur afwachten. Mijzelf is corona gelukkig bespaard gebleven dit jaar. Helaas heeft mijn oma wel corona gekregen. Het is echt even een hele spannende tijd geweest. Want ik was elke dag bang dat ik een bericht zou krijgen dat ze het niet overleefd zou hebben. Ze was er ook gewoon best wel slecht aan toe. Ik heb haar helaas zelf niet mogen bezoeken, ook in die tijd. Ik ben afgelopen dit jaar gelukkig wel één keer kunnen gaan om haar te bezoeken, maar ja, dat is eigenlijk natuurlijk ook te weinig, maar het is gewoon best wel streng met de coronaregels en het is gewoon niet zo makkelijk. Daarnaast woon ik ook best wel ver weg en ben ik afhankelijk van iemand die met me meegaat, maar ik hoop in 2020 om zeker haar weer te kunnen bezoeken. Maar ook als de regels weer wat misschien afzwakken, want ze zijn nu daar ook best wel streng en dat is natuurlijk ook alleen maar goed. Wonder boven wonder heeft mijn oma de corona toch weer weten te verslaan. Zoals ik al zei, we zijn echt wel heel erg bang geweest. Ze heeft op een gegeven moment een gesprek gehad met een arts en het lijkt of haar ogen open zijn gegaan. En het gaat weer goed met haar. Ze vraagt weer zelf om wat lekkers. Dan heeft ze weer zin in wat lekkers. En dat is gewoon puur oma, want oma die was ook altijd dol op dropjes of wat dan ook. En dan heeft ze weer zin in een koekje. Dat vind ik echt een super goed teken. Dus ik vind het heel fijn om te horen dat het weer goed met haar gaat. Ze mag weer lekker in de huiskamer zitten bij de andere mensen. Ik denk dat hij dat ook heel erg goed heeft gedaan. Dus ik ben heel dankbaar dat ze dat heeft mogen overwinnen weer. Daarnaast denk ik dat het voor iedereen een hele moeilijke beslissing was. Ga je laten inenten of niet? Helemaal omdat het natuurlijk eerst zo was. Het is vrijwillig. En ze zeggen nog steeds wel dat het vrijwillig is. Alleen, ik heb zelf best wel veel druk ervaren uiteindelijk vanuit de overheid. Omdat je heel veel dingen niet mag als je dus geen inenting hebt. Ik blijf erbij. De keuze moet echt bij jou liggen. Als je het wil, ja, kan je het doen. Maar voelt het niet goed, moet je ook de keuze hebben om het niet te mogen doen. Dan vind ik het eigenlijk best wel flauw dat je wordt uitgesloten, zeg maar, als persoon, omdat je dan niet laat inenten. En ik vind ook dat er vanuit de media best wel veel shit overheen komt voor mensen die zich niet willen laten inenten. Want ik heb zoiets, laat de keuze bij die mensen of je het nou wil of niet. Maar ik kan me voorstellen dat het een hele moeilijke keuze is geweest. Ik heb zelf ook daarin een hele moeilijke keuze gehad. Uiteindelijk besloten om het dan wel te doen, omdat ik heel bang was dat mijn wereld nog kleiner zou worden. Maar ik wil gewoon blijven benadrukken, doe het alleen als het goed voelt en alleen als je erachter staat. Want ik stond er zelf niet achter en ik heb het dan toch gedaan. Maar doe gewoon wat je eigen hartje ingeeft. Dus dat was eigenlijk even wat ik wilde vertellen over de corona. Want het moet wel een gezellige video blijven en corona is gewoon geen gezellig onderwerp. Ja, op blog en YouTube gebied ben ik echt onwijs gegroeid. Mijn blog gaat nog steeds lekker, ik vind het nog steeds super leuk om te doen. Zodra ik eigenlijk mijn toetsenbord aanraak, als ik met een blogpost bezig ben, vloeien de letters zo op het scherm en heb ik eigenlijk zo een artikel geschreven. Het
Foto's maken vind ik nog steeds super leuk. Daar kan ik ook elke week weer van genieten om dan echt weer door mijn spullen te gaan. Van oh, wat wil ik deze week weer gaan testen. En ja, dat vind ik ook echt super leuk. Daar ben ik echt heel erg blij mee ook. Ja, YouTube heb ik echt wel een hele grote groei mee gehad. Ik heb al wel het overzicht gehad van 2021. En er stond dan vooral zeg maar in hoeveel minuten mensen hebben gekeken. Hoeveel reacties ik heb gehad. Helaas niet hoeveel abonnees ik nou dit jaar heb binnengesleept. Is ook eigenlijk een beetje gek, want dit berichtje kwam echt al 3-4 weken voordat het überhaupt einde van het jaar was. Maar er stond dus niet in hoeveel abonnees ik heb weten te behalen. Of wat de groei is geweest. En dat vind ik wel jammer, want ik vind het zelf wel leuk om te zien. Ga ik dat nog even opzoeken. Mocht ik dat nou nog weten, dan zal ik het nog eventjes onder in deze video neerzetten. Hoeveel abonnees ik heb behaald. Mocht je dat leuk vinden om te weten. Ik vind het zelf wel heel erg leuk om te weten. Maar ik ben heel dankbaar voor alle trouwe abonnees die al zo lang abonnee zijn. Maar ook voor alle nieuwe abonnees. De lieve berichtjes die ik altijd krijg. Ja, echt super, super bijzonder vind ik dat. En ik had nooit durven dromen dat ik überhaupt dit aantal abonnees zou weten te behalen. Kom maar, Mickey. Er wordt een kat hier heel erg onrustig. Maar ja, heel erg dankbaar dat ik steeds mag groeien. En ik heb er gewoon nog steeds heel veel plezier in om video's voor jullie te maken, om te vloggen. Dus dat zijn dingen die ga ik zeker ook doorpakken in 2022. Zowel de blog als YouTube. Dus ja, super blij mee. Nou ja, ik heb dit jaar ook mijn 30ste verjaardag mogen vieren. En ik heb daar heel erg tegenop gezien, want ja, het voelt als een nieuw tijdperk, weet je. Je bent geen 20 meer, je wordt 30. Uiteindelijk is het me reuze meegevallen, want ik voel me verder niet anders als toen ik 29 was. Ik heb een hele leuke verjaardag mogen hebben. Ik heb hem gelukkig toch kunnen vieren. Toen waren de regels nog even weer wat minder streng als dat ze nu zijn. Daar, ik had sowieso geen huis vol hoor. Ik had echt wel een beperkt aantal mensen, maar ik vind mijn verjaardag sowieso nooit groot. Dus het was heel fijn dat ik dat heb mogen vieren met de mensen ja, die ik erbij wilde hebben. Dus dat was echt wel heel erg fijn. En ik heb een hele leuke dag gehad. Dus ja, dat was ook heel erg mooi. Ik heb daarnaast natuurlijk ook wel weer een aantal aankoopjes gedaan. Ik had een aantal aankoopjes die voor mij moesten. En ook een aantal aankoopjes die niet per se moesten, maar die ik wel heel graag wilde hebben. Nou ja, laat ik beginnen met de spullen die kapot gingen dit jaar. Mijn televisie ging kapot. En ik denk dat dat een hele persoonlijke keuze is. Want voor de ene is misschien een televisie helemaal geen pre, omdat je er heel makkelijk buiten kunt. Ik kan dat niet. Ik word heel gelukkig van televisie. Dus het was voor mij wel heel snel de keuze. Er moet een nieuwe televisie komen. Die is er ook gekomen. Ik ben wat dat betreft ook echt wel heel erg vooruit gegaan. Ik heb een wat grotere televisie. Ik heb een smart televisie. Ik kan zoveel kanten op. Er zit licht in. Ik ben er gewoon super blij mee. Ik heb heel erg veel plezier van mijn televisie. En ik ben echt super blij met deze. Daarnaast ben ik ook lekker gaan klussen door hem zelf weer lekker op te hangen. De draden weg te werken. Ja, dat zijn dan gewoon dingen, weet je wel. Als ik dat dan weer zelf voor elkaar krijg, daar word ik ook wel heel gelukkig van. Nou, mijn stofzuiger ging kapot. Dat is wel echt een pre. Ik moet elke dag stofzuigen met 3 katten. En daar kan ik gewoon niet buiten. Dus ik heb ook een nieuwe stofzuiger gekocht. Want ja, dat is gewoon iets wat je nodig hebt in je leven, vind ik. Ik heb een nieuwe Apple TV gekocht. Mijn oude was echt al aan vervanging toe. En ik gebruik mijn Apple TV eigenlijk altijd voor YouTube, Videoland, Netflix. Ik had deze Apple TV gekocht voordat mijn tv kapot ging. En die opties heb ik nu ook op mijn televisie. Maar ik gebruik eigenlijk voornamelijk de Apple TV om daarop te kijken. Want ik heb dat allemaal nog niet eens ingesteld op mijn televisie. Zou ik nog eens moeten doen. Maar daar was ik ook wel heel blij mee dat ik die weer heb kunnen aanschaffen. Want ja, dat was voor mij gewoon echt heel fijn. Omdat ik het toch heel fijn vind om te Netflixen en Videoland te kijken. En ja, het is gewoon fijn als dat via zo'n apparaat kan. Verder heb ik een nieuwe telefoon gekregen. Mijn oude die was ook echt wel weer toe aan vervanging. Ik had hem 2 jaar en het was alweer tijd voor een andere. Dus ik kon verlengen en heb dus daarbij een nieuwe telefoon weer gekregen. Heel erg blij mee. Dat ging natuurlijk eventjes mis, maar oké, dat is uiteindelijk goed opgelost. Mocht je die vlog niet hebben gezien wat er nou misging,
Zal ik hem eventjes hieronder in de beschrijving zetten. Daarnaast heb ik een nieuwe iPod gekocht. En een iPod, voor mensen die dit niet weten, dit is een muziekapparaat van Apple. En ja, daar kun je dus muziek mee luisteren. Voor mij is dit echt een pre, want mijn oude was echt aan vervanging toe. En ik doe eigenlijk alles met muziek. Ik maak schoon met muziek. Als ik aan het bullet journalen ben, gebruik ik muziek. Onder de douche heb ik muziek. Ik heb zo'n speaker, zo'n douche speaker. Daar sluit ik mijn iPodje op aan. En dan heb ik lekker muziek in de douche. En dan is het ook nog wel eens leuk om mee te zingen. En dan ben je heel blij dat er niemand in het huis is waar je mee samenleeft die jouw gezang hoort. Want het is absoluut niet voicewaardig. Maar goed, ik vind het gewoon lekker af en toe. Dus voor mij was dit wel een heel belangrijk iets, omdat ik gewoon niet buiten muziek kan. En ik heb wel Spotify, maar zo'n gratis variant is ook niet alles. En dan ben ik gewoon blij dat ik mijn iPod heb. Ik heb een Nintendo Switch aangeschaft. Daar ben ik heel blij mee. Die wilde ik ook al best wel een tijdje hebben. En die heb ik dus dit jaar ook aangeschaft. En daar ben ik heel blij mee. Ik speel er echt elke dag op. Ik heb leuke spellen. Ik heb ook alweer een paar spellen die ik 2022 graag zou willen aanschaffen. Ja, het is ook leuk. Ik speel af en toe samen met Nathalie. En ik kan hem ook op de televisie aansluiten. Dus hier ben ik heel erg blij mee ook. Want het was voor mij ja, ook wel een soort van ontspanning. En ik merk dat ik dat nu ook vaker doe. Ja, de laatste grote aankoop die ik heb gedaan, dat is toch wel mijn lamp om mee te filmen voor YouTube. Dat was ook iets wat heel lang op mijn wishlist stond. Want ik wilde heel graag een lamp hebben ja, waarmee ik ook met de donkere dagen gewoon goed kan filmen. Het is nog een beetje kijken van hoe ik dat allemaal een beetje goed voor elkaar krijg. Want met de bril dan reflecteert hij erin. Dus ik ben daar nog een beetje mee aan het spelen. Maar ik ben wel heel blij dat ik het uiteindelijk toch heb gedaan. Want ik merk wel dat het nu al veel beter is. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Ik heb natuurlijk een droger gekocht dit jaar. Daar ben ik ook super blij mee. Want ja, ik had altijd de was in de kamer hangen. En dat werd op een gegeven moment drama, want het droogde hier bijna niet. Dus dat was echt verschrikkelijk. Dus ik heb nu een droger. Daar heb ik ook wat problemen mee gehad helaas. Omdat de pomp al vrij snel kapot was. Maar het is verholpen. En uiteindelijk draait die als een malle. Dus daar ben ik ook super blij mee. Dus wat dat betreft heb ik echt wel weer goede aankopen gedaan dit jaar. Waar ik ook echt wel heel erg trots mee op ben. En blij. En die ik ook echt heel veel gebruik. De uitjes van dit jaar, ja, het jaarlijkse uitje van de huishoudbeurs ging natuurlijk helaas niet door corona. Hij is voor 2022 al verplaatst naar april en ik hoop heel erg dat Nathalie en ik dan wel weer kunnen gaan, want wij vinden dat altijd heel erg leuk. Maar ja, dat is allemaal gewoon heel erg afwachten, want je weet gewoon nu nog niet of dat het kan, ja of nee. Dus dat moeten we gewoon gaan bekijken. We zijn wel naar de dierentuin geweest. Dat was super leuk. Het was voor mij 10 jaar geleden dat ik in een dierentuin was geweest. Dus het was fantastisch om daar te zijn met de familie. Het was echt super leuk. Ik heb genoten van de dieren. Lente was mee. Daar heb ik ook heel erg van genoten. Lente die mij daar spontaan mijn allereerste knuffel gaf. Dat is een moment dat ik nooit meer vergeet. En waar ik nog met heel veel liefde aan terugdenk. Ja, het was echt een hele leuke dag. Veel mooie dieren gezien. Veel mooie foto's kunnen maken waar ik heel, heel trots op ben. Dat was heel erg leuk. Ik heb een hele leuke zussendag gehad met Nathalie in Slagharen. Dat hadden we cadeau gekregen en dat was ook zo fantastisch. Het was 5 jaar geleden dat ik voor het laatst naar een pretpark was geweest en het was geweldig. We hebben genoten, we hebben gelachen, we hebben de grootste lol gehad. Het was echt super leuk en we hebben ook echt afgesproken. We moeten elk jaar echt wel iets leuks gaan doen omdat dit zo goed beviel. En ja, het is te hopen dat we in 2022 ook weer wat leuks kunnen doen. Ik sta er in ieder geval voor open, want ik vond het echt fantastisch leuk. We zijn nog een dagje naar Giethoorn geweest. Dat was ook heel erg leuk. We hebben gevaren. Ik heb voor het eerst in mijn leven gevaren. Vond niet iedereen super leuk. Want ik ben niet een hele goeie in varen. Maar ik heb wel heel erg genoten en gelachen. Dus dat was super leuk. Dus ja, ik heb natuurlijk wel problemen gehad met mijn vlogcamera. Ik heb dan een nieuwe gekregen omdat mijn oude kapot was. Dus die is mooi omgewisseld. Dat was wel eventjes een minpuntje. Maar hey,
het is opgelost, dus we kunnen gewoon weer door. Ik heb ook een paar keer gelukkig nog kunnen winkelen. Dat was ook super fijn. Dus ja, ik heb een paar keer lekker bij McDonald's kunnen eten. Ja, dat zijn voor mij gewoon punten waar ik al heel erg gelukkig van word. En waar ik heel blij van word. Ik ben een paar keer naar IKEA kunnen gaan. Dus dat was ook gewoon ja, super leuk. Dat zijn wel echt de dingen die, waar ik heel erg van genoten heb. Ja, ik denk dat dat ook wel al een beetje de hoogtepunten waren voor mij van 2021. Want ja, dat zijn echt wel de belangrijkste dingen die gebeurd zijn. Heb ik voornemens voor 2022? Nee, ik doe daar niet aan. Ik hoop gezond te blijven. Maar... ja, nee, eigenlijk niet. Ik hoop weer heel veel van lente te kunnen gaan genieten. Lente wordt zo groot en ze gaat nu ook wat meer praten. Het is zo leuk. Het is zo leuk om te zien hoe zij alweer ja, in eigenlijk een jaar tijd zo groot geworden is. We hebben natuurlijk 2021 haar eerste verjaardag gevierd. Dat was super leuk. Het was echt ja, heel erg leuk om te zien en... het is gewoon leuk om te zien dat ze ook zo met heel veel liefde omringd wordt. Zowel door de familie van Frank als door de familie van Nathalie en mij. Ja, het is gewoon super leuk. Ze is gewoon heel geliefd en het is gewoon een fantastisch meisje. En ik hoop in 2022 nog heel veel van haar te kunnen gaan genieten. Maar verder geen goede voornemens voor mij, omdat ik daar gewoon... nee, ik heb daar niet zoveel mee. En meestal 10 keer dan ga je een goed voornemen doen en... ja, lukt het toch niet. Ja, ik hoop gewoon te kunnen blijven sporten. Dat doe ik nu, dat is een jaar. Ik heb dat in 2021 trouw volgehouden. En ja, ik wil dat in 2022 ook gewoon weer doorpakken. Dus ja, dat zijn voor nu wel de enige echte dingen die ik wil blijven doen. Ja, ik hoop gewoon dat ik wat meer leuke dingen mag gaan doen in 2022. Maar dat zal toch allemaal afhankelijk zijn van de pandemie waar we mee zitten. Dus ja... ik denk dat is gewoon afwachten. Dus ik denk dat wel echt de belangrijkste punten zijn die ik belangrijk vind. Nou, dan was dit ook wel mijn jaar in vogelvlucht van 2021. Als ik het zo bij elkaar opnoem, denk ik, ach, ik heb ook wel weer eigenlijk genoeg gedaan. Het was best wel, ondanks de corona, een positief jaar. Tenminste, ik probeer heel positief te blijven, ondanks wat er allemaal speelt. En ja, het is gewoon afwachten. En soms denk je ook wel eens van, is zo naar, maar weet je... Het is wat het is. We kunnen er niet zo heel veel aan veranderen. We kunnen er heel boos om worden. We kunnen er heel verdrietig om worden. Dat mag ook allemaal. Je emoties mogen er zijn. Maar ik denk dat we het moeten nemen zoals het komt. Ik ga bij deze dan ook de video afsluiten. Jullie hebben weer eventjes een overzicht gehad van wat voor mij belangrijk was in 2021. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf door op die rode button te klikken. Daarnaast zie je een belletje staan en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik jullie een heel gelukkig en... liefdevol 2022 wensen en uiteraard ook een heel goed uiteinde van 2021. Het zal misschien een beetje rustig worden doordat we een vuurwerkverbod hebben, maar ja, mocht je het fijn vinden, misschien dat je het gezellig met je geliefde viert of gewoon vrienden, dat kan. Dus ja, ik hoop in ieder geval dat jullie een heel mooi uiteinde hebben en een heel liefdevol 2022 en uiteraard een gezond 2022. Ik hoop jullie in ieder geval volgend jaar weer te zien, want ik ga natuurlijk gewoon door met vloggen en bloggen. Dus nogmaals bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij de volgende video, hoop ik. Doeg!